Trainer Koen Adriaanse, het heeft helaas vandaag niet in mogen zitten. Nou, het zat er nog wel in natuurlijk in de rust 0-0. Naarmate de tweede helft dan vordert en het blijft 0-0, dan is één goal genoeg om door te gaan. En dan zou ook Benfica nerveus geworden zijn. Maar helaas ging hij na 2 minuten er al in. Notabene uit een vrije trap, waar we eigenlijk goed in zijn. Onze organisatie die staat altijd erg goed, maar Witzel kon vrij scoren. En de tweede was ook een spelervatting, was een corner. Kijk, als je nu in lopende situaties geslacht wordt, hè, wat ook in de eerste helft diverse keren gebeurde, oké, dan kan ik er nog wel een beetje mee leven. Maar juist in die situaties mag die goal juist niet vallen, want dit heeft niks met tactiek te maken. Met andere woorden, je zegt eigenlijk de doelpunten die in de eerste al hadden kunnen vangen, die gaan er dan niet in. En die niet mogen vallen wel. Ja, toch de eerste helft, als je op de tribune zit, dan lijkt het wel of Twente eigenlijk een beetje overlopen wordt. Nou, dat is ook zo. Spelers waren sneller, zijn technisch vaardiger. Raken de bal minder snel kwijt, kunnen elkaar makkelijker vinden. En dat was het grote verschil. Maar dat konden we ook in Enschede eigenlijk al zien. Ja, eigenlijk vooraf aan deze wedstrijd al. Toch met 0-0 zijn jullie de morele winnaar in de rust. Vind ik wel, ja. Want er werd gezegd, er moet een wonder gebeuren en dit en dat. Maar dat vond ik helemaal niet. Als die goal er gewoon niet ingaat, dan blijven we gewoon overeind. En dan had ik nog de laatste 20, 25 minuten ook nog een variant achter de hand om toch die goal nog te maken. En dan zou het wel tegen de verhouding in zijn. Maar goed, niet altijd het beste team wint natuurlijk met voetbal. Dat gebeurt uiteindelijk dan niet. 3-1 zijn dan de cijfers, de eindstand op het scorebord. Nu zijn jullie veroordeeld, als je dus ook een nummer tot Europa League. Hoe erg of hoe niet erg is dat? Nou, ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het is toch een prijs om mee te mogen doen met Europees voetbal. We hebben een kans gehad om ons te plaatsen. Nou, we zijn een sterke tegenstander tegengekomen. Benfica was sterker, zowel in Enschede als hier. We hebben alles gedaan om proberen toch aan de goede eind van het resultaat te zitten. Nou, nu mogen we Europees spelen en dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling van mijn spelers, van mijn team, voor de supporters enzovoort enzovoort.